Dit verhaal gaat over Maarten. Een stoere jongen die dacht stoer te doen tegenover zijn vrienden, maar uiteindelijk kostte het zijn kop. Letterlijk. Het was Halloween 2022. En Maarten, dat was nogal een jongen, die vond het leuk om naar gewelddadige video's te kijken op Dumpert en andere sites. Zoals kopschopvideo's vond hij altijd heel erg leuk om naar te kijken. Terwijl zijn vrienden altijd tegen hem zeiden van Maarten, hoe kun je dat nou leuk vinden? Dat is toch gewelddadig, dat is toch niet grappig? Maar Maarten moest altijd om lachen en zegt ja, ze zullen er wel zelf wel om gevraagd hebben. Anders worden ze niet gekopschopt. Een van zijn vrienden zei, hey, maar sinds vandaag is er een film uit op Halloween 2022. Kopschoppers The Movie. Dat is echt wat voor jou. Zullen we die gaan kijken met z'n allen? Bij mij thuis. Toen zei Maarten, ja tuurlijk. Die film wil ik echt zien. Ik heb er eigenlijk helemaal nog niet van gehoord dat die film er bestond. Hoe ben je die film tegengekomen? Vroeg Maarten aan een van zijn vrienden. Ja, ik weet, ik kwam die ineens tegen. Ik heb hem gedownload en we kunnen hem vanavond bij mij thuis gaan kijken als je wilt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maarten sprak af met zijn vrienden bij hun thuis. En ze gingen even lekker wat popcorn maken. En lekker wat drinken. Lekker een biertje erbij. En ze gingen zitten op de bank en naar de film kijken. De film begon en het ging dus over jongens, kwaadaardige jongens, die voor een lol onschuldige andere jongens kopschoppen, tot de dood volgt. En Maarten zei, ja geweldig, dit lijkt me echt leuk om te kijken hoe die koppen worden ingetrapt en zo, en dat is... Ja, hij vindt het gewoon cool met veel bloed en zo om te zien. Lijkt me hartstikke tof, man. En die andere jongens zeiden, ja joh, cool, te gek, gaaf. Lijkt me echt very nice, yo. Nou, op een gegeven moment was er een moment in de film. Er waren al een paar jongens gekopschopt. En op een gegeven moment stond er een tekst in beeld. Alsof het een soort van onderbreking was. En er stond... Als jij durft te zeggen, kopschoppen is leuk, 5 keer achter elkaar, dan ben je een baas. Wie durft dat te zeggen? Maar als je dat zegt, pas op, want dan kom je in de film terecht en zul je hetzelfde lot ondergaan als de onschuldige jongens die worden gekopschopt tot de dood. Nou, Maarten die zei direct tegen zijn vrienden, ja joh, dat gaan we toch wel even zeggen. Die andere vrienden zeiden tegen Maarten. Ah joh, wat een onzin, wat een flauwekul. Dat ga je toch niet zeggen, dat is bullshit. Maar Maarten zegt, oké, nou dan zeg ik het wel. Want ja, dat kan toch geen kwaad, zei Maarten. Vervolgens zei Maarten 5 keer achter elkaar. Kopschoppen is leuk. 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 Er gebeurde nog niks op dat moment. En Maarten die keek zijn vrienden aan. Hij zegt, zie je wel, er gebeurt helemaal niks. Op dat moment ineens voelde Maarten zich heel vreemd. En hij werd ergens ingezogen. En ineens was hij duizelig en werd hij wakker. En hij denkt, waar ben ik beland? Hij keek om zich heen. Hij was op een groot plein. En hij dacht, hé, dit komt me bekend voor. Maar wat is dit? Hij stond op en zag een grote tv achter zich staan op het plein. En hij zag zijn vrienden zitten op de bank. Hij zegt, hey, wat is dit? Zijn vrienden zeggen, Maarten, je zit in de film. Dit is krankzinnig. Het is al gelukt ook, je zit in de film. Maarten besefte ineens dat hij inderdaad in de film zat toen hij om zich heen keek. Maar tegelijkertijd bekruipte er een angstig gevoel hem, want er werd duidelijk gezegd dat als je dat 5 keer kopschoppen is leuk zou zeggen, dat je datzelfde gruwelijke lot zou ondergaan als de andere jongens
in de film. Dus dat betekent, dat zou betekenen dat hij gekopschopt zou worden tot de dood. Maar hij kon het niet helemaal beseffen. Hij dacht, nee, hij zegt van, nee, dit moet een grap zijn, ik moet dromen. Dit kan niet echt zijn, zei Maarten. En ineens hoorde hij allemaal jongens naar hem toe rennen, die in een cirkel om Maarten heen gingen staan. En toen besefte Maarten dat het te laat was. Dat hij nooit had moeten zeggen dat kopschoppen is leuk was. Had hij nooit moeten zeggen. Zijn vrienden die schreeuwden naar Maarten. Die riepen naar Maarten, nee, vlucht, ren, ren. Maarten wilde vluchten. Maar de jongens die renden op hem af. En begonnen high kicks te maken richting zijn hoofd. Hij wist een paar trappen wist hij te ontwijken. Want Maarten dacht, ik moet hier aan kunnen ontsnappen. Maar toen draaide Maarten zich om en voor hij het wist had hij een high kick keihard tegen zijn kop gekregen. Maarten werd duizelig en viel op de grond. Zijn vrienden bleven schreeuwen, nee Maarten, vlucht, ren nu het nog kan. Maarten wilde opstaan, maar er werden keiharde trappen tegen zijn kop gegeven. En voor Maarten het wist, werd hij heel duizelig en dacht hij, dit is het einde. Ondergaat hetzelfde lot als de andere mensen in deze film. En de trappen werden steeds harder in zijn gezicht gegeven. Maarten begon een beetje duizelig te worden. En steeds meer duizelig. Hij begon te schreeuwen van de pijn. De jongens bleven tegen zijn kop trappen en stampen. Op een gegeven moment schreeuwde Maarten het uit. Keihard van de pijn. En daarna werd het zwart voor zijn ogen. En was hij dood. De jongens bleven tegen zijn kop schoppen, totdat uiteindelijk zijn hoofd explodeerde. De vrienden van Maarten, die bleven schreeuwen en zeiden, nee Maarten, nee, dit kan niet waar zijn. En toen stond er in beeld, The End, in bloedrode letters. En beseften de vrienden van Maarten, dat Maarten voorgoed weg is. Happy Halloween, motherfuckers. Ciao.